Dank u, voorzitter. Voorzitter, laat ik eerst een opmerking maken voordat ik aan mijn betoog begin. Het is altijd een vorm van hoffelijkheid om een nieuwe regering welkom te heten. Echter, drie van de vier ministers die achter de regeringstafel zitten, hebben al voor de verkiezingen aangegeven onder andere de PVV buiten te sluiten van de coalitieonderhandelingen. De ministers ondermijnen de democratie en deze zetten 1 miljoen kiezers in de hoek. En u zult begrijpen dat de PVV daar niet zo warm van wordt. Voorzitter, ik begin mijn betoog. Voorzitter, ze zijn er weer. Terug van nooit weg geweest. Een motie van wantrouwen aan je broek, wie maalt erom? Gewoon eventjes een beetje demissionair zijn, een beetje liegen, bedriegen en buitensluiten. En voordat je het weet zit je weer geriefelijk in het torentje. Een functie elders was meer iets voor de 12 bewindspersonen die tijdens de vorige rit waren ingestort, door de mand gevallen of gewoon een mooie functie elders kregen. Er waren zelfs opportunisten bij die gladjes functies accepteerden op het vlak van hun ministerschap. Op zo'n moment gelden er kennelijk geen integriteitsregels en zegeviert het eigen belang. En zo ziet u maar, ze doen het duidelijk niet voor een ander. En degene die wel met haar geweten in de knoop kwam en vervolgens de waarheid sprak, werd er uitgebonjourd. Voorzitter, nu zou u denken, misschien is de nieuwe ploeg wat frisser. Maar hoe fris is het als je gewoon iemand minister maakt die eerder als staatssecretaris ernstige misdaden begaan door asielzoekers verdoezelde in een rapportage? Of iemand die de scepter zwaait over het leger en blunderde met een functie elders notitie? En dreigde de Republiek Amsterdam uit te roepen als de PVV te veel invloed zou krijgen op het landsbestuur? Je zou maar als militair onder een dergelijk warrige minister op een levensgevaarlijke missie worden gestuurd. De een heeft gaten in zijn herinneringen en weer een ander meldt zich met gaten in zijn paspoort bij het stembureau, die vervolgens het belangrijke dossier wonen krijgt toegeschoven. Kans is groot dat bij deze minister een plek onder de zon voorlopig toekomstmuziek blijft. Tenminste, als je geen gelukszoeker bent. En daarvan staan er tienduizenden te trappelen om onze verzorgingsstaat leeg te trekken, met voorrang onze huizen te betrekken en vervolgens onze dorpen en steden te terroriseren. Dit alles niet alleen gefaciliteerd en gepropageerd door de asielindustrie en de media, maar ook de nieuwe staatssecretaris van de Burg. Hij gaf eerder aan, hoe meer asielzoekers, hoe beter. Voorzitter, ik hoor graag van de minister-president of het kabinet ook achter deze uitspraak staat. Graag een reactie. Voorzitter, Nederland had een traditie van sterke ministers op financiën. Dit ongeacht de kleur van de partij. Maar ja, bij de wokwappies van D66 zijn tradities een gruwel. Onder de regenboog gaat het gezond verstand schuiven. En als je gender belangrijker wordt dan je vakinhoudelijke kennis, kan de ena belangrijkste ministerpost zomaar worden ondergebracht bij iemand die eerder tegen eigen weten in toch om de tafel ging zitten met de Taliban, waarschuwingen van de MIVD aan de laars lapt, weinig heeft met de wet van openbaarheid en bestuur, neigt naar het mouwkorven van Kamerleden, maar wel vrouw is. Dat dan weer wel. Deze minister keuvelt met de Taliban over vrouwenrechten, maar transformeert in een vaandeldrager van de islam, compleet met sluier zodra er een ayatollah verschijnt. Zo ja, zo ziet u maar, onder druk wordt alles vloeibaar. Ook de VVD verlaat haar tradities. Deze partij, die zich eerst trots de partij van law en orde noemde, jonaste de veroordeelde terroristen Somaya Saleh niet het land uit. Nu kan het zijn dat ze bij justitie het te druk hadden met het vervolgen van Wilders, die voor de voeten zou lopen. De VVD gaf Somaya Saleh het VVD-lidmaatschap en promoveerde haar tot adviseur nationale veiligheid. Een lid van de Hofstadgroep, een lid van de VVD. Een veroordeelde wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag en verboden wapenbezit werd adviseur nationale veiligheid. De Hofstadgroep was na Theo van Gogh op jacht naar nog meer slachtoffers. Zo reden Somaya Saleh en haar teamgenoten rond met onder andere een doorgeladen automatisch wapen. Ook zij vonden dat Wilders in de weg liep. De aanstelling van Somaya Saleh binnen de VVD was stapelmechoggen. Stelt u eens voor dat de Amerikaanse president een adviseur haalt uit de grotten van Tora Bora. Maar eerlijk is eerlijk, het valt niet te ontkennen dat Somaya Saleh wel praktijkervaring heeft. Voorzitter, stoere taal is de VVD niet vreemd. IS-vrouwen zouden in de zandbak moeten blijven, daar worden berecht. En de huidige minister van Justitie twitterde over de IS-vrouwen, ik citeer, mooi.
kozen er bewust voor om uit te reizen naar het IS-gebied. Ze vormen mogelijk nog altijd een groot gevaar voor Nederland. Wij willen ze hier niet terug. En wat ons betreft hebben ze het recht op Nederlanderschap verloren. Daar berechten. Tot mijn verbijstering haalde deze minister nog tijdens de witte broodsweken van het kabinet 5 IS-vrouwen op uit Syrië. En als klap op de vuurpijl zal een van deze jihadbruiden ook nog Nawal H., een voormalig lid van, daar heb je ze weer, de Hofstadgroep zijn. Hoeveel jihadbruiden gaat dit kabinet nog ophalen? Graag een reactie van de minister-president. Voorzitter, terwijl Rutte ooit zelf stevige kritiek had op een PvdA-bewindspersoon met een dubbele nationaliteit, schuift hij nu zelf de minister van Justitie en Veiligheid naar voren, die onderworpen is aan de Turkse wet. Ze gaf aan dat ze 40 jaar geleden gevlucht is uit Turkije voor de militaire dictatuur. Het is dan ook onbegrijpelijk dat zij zich niet ontworstelt aan de lange arm van de dictator Erdogan door haar Turkse nationaliteit op te geven. Je kan je dan afvragen hoe zij onder de Turkse invloedssfeer hier wet en veiligheid gaat handhaven. Maar ja, het zal wel allemaal draaien om goede intenties en bedoelingen. Net als het regeerakkoord. Ook lekker vaag en boordevol intenties, maar zonder concrete doelen en onderbouwingen. Ja, want je moet vooral niet afgerekend kunnen worden. Dit terwijl bijvoorbeeld onderwijzers, mensen in de zorg, de boeren, het MKB continu tot in detail verantwoording moeten afleggen en genadeloos worden afgerekend als er een vinkje niet goed staat. En als er een dubieus, ondoorzichtig rekenmodel de politiek gewenste data uitspuugt, kan het zomaar zo zijn dat je je tent moet sluiten. Zo wordt de middenstand steeds verder onttakeld door buitenproportionele en zwalkende coronamaatregelen. Dit kabinet laat de horeca economisch door een rietje ademen, totdat zij uitgeput is en ingestort. Dit zal ook grote gevolgen hebben voor de toeleveringsbedrijven. De enige die hier beter van worden zijn de grote jongens zoals Amazon. Voorzitter, de boeren worden met de stikstofgezel van het land gejaagd, waar ze dikwijls al vele generaties hebben gewoond en gewerkt. Dit terwijl de stikstofemissie met 60% is afgenomen. Dat deze hardwerkende sector het presteert om voor de 6e keer op een rij een landbouwexportrecord te scoren, boeit blijkbaar niet. In 2021 verkocht Nederland voor 104 miljard aan landbouwproducten aan het buitenland. En de Nederlandse economie verdiende naar schatting 46 miljard aan deze landbouwexport. Zij zouden volgens het hocus-pocus-beleid te veel stikstof produceren. Dus moeten zij hun stikstof inleveren, zodat anderen weer die stikstof kunnen produceren. Voorzitter, volgt u het nog? Voorzitter, de boeren moeten plaatsmaken voor onder andere woningen. Natuurlijk wil iedereen een huis. Maar zolang de grenzen wagenwijd openstaan, is het vechten tegen de bierkaai. Waarom moet de succesvolle landbouwsector wijken voor tienduizenden gelukszoekers uit Verwegistan, waarvan het overgrote deel geen economische bijdrage levert, maar de Nederlandse belastingbetaler wel meer dan 16 miljard per jaar kost? De kosten van een kwart eeuw migratie wordt geschat op 400 miljard. Dit is ongeveer gelijk aan bijna 60 jaar Groningse gaswinning, waarvan de opbrengst eigenlijk door het putje is gespoeld. Met als resultaat tienduizenden Groningers bivakkeren in een gammel huis en de maatschappij gaat gebukt onder multicultureur. Voorzitter, met Rutte schokken we van crisis naar crisis. De woningcrisis, de stikstofcrisis, de migratiecrisis, de klimaatcrisis die de portemonnee van de burger leegtrekt. Terwijl er maar liefst 60 miljard gaat naar wazige investeringsfondsen voor zelfgecreëerde klimaat- en stikstofproblemen, is er geen geld voor lastenverlichting. Erger nog, de koopkracht zakt voor iedereen door het ijs. Het Nibud berekende een inkomensdaling van gemiddeld 40 euro per maand. Dit op basis van een inflatie van 3%, wat aan een veel te lage kant is. Want deze regering, die zelf de grootste aanjager is van de inflatie, blijft genadeloos de energierekening opstuwen. En het einde van het grote groene graaien is nog niet in zicht.
Tot nu toe heeft de SDA Plus het modale gezin 1250 euro gekost. Maar er ligt nog maximaal 5400 euro aan toekomstige verplichtingen in het verschiet. Hierbovenop zit er nog een SDA Plus heffing in de planning van zo'n 630 euro per jaar per huishouden. Daarbovenop stijgen de jaarlijkse netwerkkosten per huishouden van 440 euro naar 600 euro. Er wordt zoveel te veel gegraaid dat er 680 miljoen uit de SDA-pot is overgeheveld naar de algemene middelen voor de financiering van rijksbrede problematiek in de coronacrisis. En ondertussen leven er meer dan 500.000 huishoudens in energiearmoede. Maar de duimschroeven worden nog verder aangedraaid. Stijgende energiekosten gaan hand in hand met stijgende productiekosten, die weer doorwerken in de prijsontwikkeling van alle goederen en alle diensten. Dit gecombineerd met de draaiende geldpersen van Rutte's Brusselse vrienden holt de koopkracht nog verder uit. Dit terwijl in het coalitieakkoord is te lezen, ik citeer: hiernaast zorgen we voor een lastenverlichting van 3 miljard, met name voor lage en middeninkomens, werkenden en gezinnen. Daarmee streven we over de kabinetsperiode heen een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen na. Einde citaat. Is dit enkel een streven of gaat er werkelijk iets gebeuren aan die gierende inflatie aangejaagd door dit kabinet? Graag een reactie van de minister-president. Voorzitter. Het verhogen van de energiekosten is vooral een aanval op de zwakkeren. En het bijdrukken van euro's is vooral een aanval op de spaarders en de pensioengerechtigden. Kortom, iedereen is zwaar de klos. En in het bijzonder de ouderen, die geen kant op kunnen. Zij beginnen zo langzamerhand pas echt een zondebok te worden, omdat ze na hun werkzame leven nu eenmaal vergrijzen. Jarenlang zijn hun pensioenen niet geïndexeerd. Zij krijgen de schuld dat er een woningtekort is. Maar zij moesten toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En daarom moesten toch al die bejaardentehuizen gesloten worden. En nu zouden ze te lang blijven wonen in een te groot huis. Dikwijls volledig afgelost, zodat ze de toekomstige lasten konden verlagen en dragen. En nu willen zij wel verhuizen. En willen zij wel verhuizen, dan is er geen betaalbare kleinere woning voorhanden. Voorzitter, en u moet er niet vreemd van opkijken als straks ook de vermogensbox 3 wordt ingezet in de strijd om de ouderen het huis uit te jagen. En met de massa-immigratie die de huizenprijzen nog verder opjaagt, gaat dit eindigen in een drama. En dit kabinet, die alle schaamte voorbij lijkt te zijn, wil ook nog de AOW als enige uitkering loskoppelen van het minimumloon. Wat een bedrog van de VVD, die de verkiezingen inging met de stelling dat de AOW wel zou meestijgen met het minimumloon. Dit raakt niet alleen de AOW'ers, maar drijft ook de verplichte pensioenbijdrage op voor alle werkenden. Het is dus dubbelkassen voor dit kabinet en hun kameraden. Want via de pensioenfondsen kan gedwongen de energietransitie gefinancierd worden. Een sector die alleen maar geld kost en amper wat opbrengt. Terwijl Shell, bekend om haar rijkelijk dividend bij het ABP, eruit is gegooid. Wellicht een welkomstcadeautje voor het nieuwe ABP-bestuurslid Paul Rozemuller. Het verzoek aan dit kabinet is om de AOW niet los te koppelen van het minimumloon. Gezien de eerdere volharding op dit punt van het kabinet dien ik namens mijn fractie dan ook de volgende motie in. De Kamer verzoekt de regering om de AOW-uitkering niet te ontkoppelen van het minimumloon, zodat bij het verhogen van de minimumloon ook de AOW-uitkering in gelijke mate wordt verhoogd en gaat over op de orde van de dag. En hij is voldoende ondersteund. Alsjeblieft. Wordt de indiening van deze motie voldoende ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt de motie deel uit van de operatie onder 35788, letter D van Dirk. Gaat uw gang. Voorzitter, ik rond af. De stoelendans om het plus is voltooid. Het vrouwenquotum is gehaald en Rutte kan zijn missie weer voortzetten. De transitie van een vrij en welvarend Nederland naar een mondiaal wingewest, gebukt gaande onder woke-terreur en overgeleverd aan internationale organisaties die steeds meer de dienst uitmaken. De Verenigde Naties, de Europese Unie en wie weet wat voor krachten er buiten het zicht nog meer spelen. Voorzitter, kortom, de onttakeling van ons Nederland is in volle gang. Dank u wel.